Ja, welkom weer bij heel Nederland thuis in beweging. We zijn weer live en wat hartstikke goed dat je weer meedoet. We gaan beginnen met een warming-up. En de warming-up doen we stappend op de plaats. De muziek staat een beetje zacht hier, dus ik hoor hem niet zo goed. Ik hoop dat je hem thuis wel goed hoort. Op de plaats met één voet. De ander gaat van voor naar achter. Dus mambo voor en achter. Mambo voor en achter. Doe maar met me mee. Alsof je elke keer een pas doet en je toch weer bedenkt. En we zijn al gestart met 220 deelnemers. Hartstikke goed. Even op de plaats. Andere voet. Voor en achter. Voor en achter. Het is ook een heel swingend muziekje ervoor, hè? Nog vier. Nog drie. Nog twee. En we wisselen van kant. Vier keer vier. En elke keer als je je voet neerzet, druk je je heup naar buiten. Laatste keer wissel van voet. En voor. Ja, zie je echt een swingende warming-up. Laatste keer wissel van voet. Vier, vier. En drie. En twee. En wissel van kant. Vier. En drie. Let op, we gaan het halveren naar twee keer voor. Wissel, voor, achter, voor en weer wisselen. Voor, achter en wissel. Ja, het is een beetje ingewikkelder dan vorige week. Wissel, voor, achter. Kleine variatie. We gaan voor, achter, opzij en wissel. Voor, achter, opzij en wissel. Voor, achter, zij, wissel. Voor, achter. En nu mag je hele lichaam meeswingen. Dus voor, achter, zij, wissel. Voor, achter, zij, wissel. Ja, je wordt een beetje warm van. Alle spieren van je lichaam bewegen. En dat is de bedoeling van die warming up. Laatste serie. En wissel. Voor, achter. En kom er even stap op de plaats. Stappen maar. Lekker krachtig stappen. Handen voor open. Vuisten naar de schouders. Komt-ie voor. En trek maar in. Ook even de armen een beetje warm maken. Ruim. Lekker naar voren. En weer terug naar de schouders. Laatste twee keer. En ontspannen maar. Nou, dit was de warming-up. We gaan zo door naar de hartslagoefening. En het wordt ook een dans. Achterlangs kruisen en een cha-cha-cha. Doe maar mee. Dus kruis, cha-cha-cha, kruis, cha-cha-cha, kruis, cha-cha-cha. Doe maar mee. Kruis, cha-cha-cha, cha-cha-cha. Ook lekker met je armen bewegen. Heb je de ruimte thuis? Beweeg dan lekker ruim. Cha-cha-cha. Tja, tja, tja. Laatste twee keer. Laatste keer. En even stap op de plaats. Stappen maar. Je ziet, we blijven bewegen. Nu maak je een scoop naar voren. Kijk maar. De scoop, scoop, scoop. En stap naar achter. Vier keer naar voren. Scoop, scoop. Klap met de hand erbij. Acht keer stappen naar achteren. Nog een keer. Vier, drie, twee. En stap naar achter. Laatste keer. En we hebben de 300 deelnemers bereikt. Hartstikke goed. Stap even op de plaats. In plaats van naar achter stappen, doen we dat met een stap, knie, stap, knie. Scoop naar voren. Vier, drie, twee. Stap, knie, kijk maar. Achter, scoop naar voren. Vier, drie, twee. Stapknie naar achter. En vier, drie, twee. Stapknie naar achter. Ik hoop dat je het nog kan volgen. Vier, drie, twee. Stapknie naar achter. En even stappen op de plaats. Ja, dit gaat heel goed.
Dus die twee oefeningen gaan we combineren. Achter kruis, cha-cha-cha, achter, cha-cha-cha, achter, cha-cha-cha, achter, cha-cha-cha. En ik zie dat het Jannie ook lukt om mee te doen. Lekker met ons meedoen. Laatste keer opzij. Scoop naar voren, komt die scoop. Stap knie naar achter, stap knie. Scoop naar voren, 4, 3, 2. Stap knie naar achter. Cha-cha-cha, achter. Cha-cha-cha, achter. Cha-cha-cha, achter. Cha-cha-cha. Scoop naar voren en voor. Ja, doe maar mee. Stap knie naar achter. Scoop naar voren. 4, 3, 2. Stap knie naar achter. Achter, cha-cha-cha. Achter. Ja, ik heb een klein beetje ruimte hier maar. Achter, cha-cha-cha, achter. Laatste keer. Wow, en even ontspannen. Wow, dat was echt pittig. We gaan voor de bovenbenen. Ja, je hoort dat ik zelfs, ik hijg een beetje. Maar dat is geen probleem. Voor de bovenbenen gaan we een squat maken. Maar vanuit een uitstap opzij. Diep doorzakken, opstrekken en weer terug. Kin in, schouders naar achteren. Doe maar mee met mij. Uit, in, op. Andere kant. Uit, in, op en terug. Uit, in, op. Andere kant. Uit, in, op. Dubbel tempo. Uit, terug, uit, terug. Wow, dit is pittig. En je ziet, ik buig mijn armen erbij. Dat is om de beweging te accentueren. In plaats van de gewone sluit, klap in de handen, diep. Klap in de handen, steun op de benen. Diep. Nog 8. Kijk of je wat dieper kunt. Nog 6. Ja, 4 keer. 4. 3. Laatste 2 keer. En even ontspannen. Adem in. En blaas weer uit. Astrid, je doet het geweldig hoor. Heerlijk. Doe lekker mee. Voor die benen gaan we nog even een oefening doen voor de kuitspieren. Maak een ruime spreidstand. Dan zak je door de knieën. En afwisselend gaat er een hiel omhoog. Dus op, op, op en op. 4, 3. En nu doe je het met z'n tweeën op. Dus op. En terug. Op en terug. Ja, en je voelt het is pittig, hè? Eerst 1. 1, nu met z'n tweeën. 2, en nu alleen 1. 1, en weer met z'n tweeën. 1, laatste serie is dit, hoor. Voor de benen. Met z'n tweeën. 1, en met z'n tweeën. Even ontspannen. Los met de benen. Oeh! Bovenbenen even vastpakken en schud ze maar los. Voor de armen, misschien had je ze al zien liggen, hebben we dumbbells. Die dumbbells die gaan we gebruiken voor de armspieren. Buik- en rugspieren aanspannen, kin in. En maak even spierballen naar de schouders. En weer terug. Doe maar mee naar de schouders. En weer terug. Naar de schouders. En weer terug. Laatste keer. Schouders. En weer terug. Begin even met de schouders. Strekken we de armen omhoog. Schouders. En omhoog. Doe maar mee. Schouders. En omhoog. En we hebben al bijna 400 deelnemers. Geweldig. Laatste 2 keer omhoog. En de laatste keer hoog. Begin met de schouders hier. Hier vandaan gaan we met de dumbbells omlaag. Terug naar de schouders en omhoog. We maken een combinatie. Doe met me mee. Komt-ie omlaag. Laag, schouders,
hoog. Schouders laag. Schouders hoog. Ja, laag. En hoog. En laag. Ik ga een combinatie maken. Eén hand gaat omhoog, de andere gaat omlaag. Dus een coördinatieoefening. We doen het eerst even rustig. Komt-ie aan. Laag naar de schouders. Andere hoog. En weer naar de schouders. Eén laag naar de schouders. Ja, dit is een lastige. Hoog. En naar de schouders. Dubbel tempo. Laag. En wissel. En wissel. Ik heb 2 kilo gewichtjes. Ik weet niet hoeveel jij hebt, maar laat het me weten. Ik ben heel benieuwd. Ik weet niet of er ook mannen meedoen, want die moeten 3 kilo aan kunnen. Volgens mij moet dat lukken. Kijk of dat gaat. Heel mooi. Laatste 4 keer. 4. En 3. En 2. En de laatste keer. Even de armen ontspannen, want het is best pittig. Oké, ik stel voor. Handen in de schouders. Handen omhoog. En Sis, ook even lekker met me meedoen. Handen hoog. Nu laat je de handen achter je hoofd zakken. En je strekt weer op. Dus zak en op. En dit is een pittige. En hij is bedoeld voor de kipfilets. De achterkant van de bovenarmen. Strek je goed op. Nou, dit is 2 armen tegelijk. We doen het 1 voor 1. Dus eerst de ene en dan de andere. Eerst de ene en dan de andere. En als de ene komt, gaat de andere. Dus je wisselt, wissel. En ik ben benieuwd of jouw armen al beginnen te verzuren. Laat het even weten. Nog 4. Nog 3. Nog 2. En de laatste. Wow, even ontspannen. Laat maar hangen. Oeh, wat is het warm hier zeg. Gewichtjes mag je neerleggen. En dan gaan we tot slot nog een ontspanningsoefening doen. Een beetje een rekoefening. Een rekoefening voor de achterkant van de bovenbenen. Schredenstand maak je. 1 voet voor, 1 voet achter. Je achterste voet mag een beetje schuin zijn. Voorste been is bijna gestrekt, net niet helemaal. En de tenen komen los. En dan leun je op je gebogen been. En dan voel je rek aan de achterkant, de hamstring, achterkant van het bovenbeen. Probeer die spier die je oprekt los te laten, want dan rek je hem goed op. En ontspan maar. Ander been. Schuin naar voren, net niet helemaal gestrekt. Leun op je gebogen been met de rechte rug, hè, doen we dat altijd. En dan voel je rek aan de achterkant. Voel je nog geen rek, dan mag je iets verder naar voren leunen. Mag geen pijn doen, hè, een rekoefening. En ik vind het weer hartstikke gaaf dat jullie weer met me meegedaan hebben. En zo aan het eind weer een stukje ontspanning. Dat gaat goed. Kom er even rechtop staan. Maak even een W van de armen. Kin in, adem in. En blaas weer uit. Rustig ademhalen is ook altijd goed voor de ontspanning. In door de neus. En blaas weer uit. Doe nog 2 keer. Adem in. En blaas weer uit. Laatste keer. Adem in. En blaas weer uit. Tot slot. Deze speciaal voor Els. Strek je armen helemaal omhoog. Adem in. En blaas weer uit. Adem in. En blaas weer uit. En dan voel je dat je bovenrug even heerlijk oprekt. Heerlijk na de hele dag achter je laptop te hebben gezeten. Je bovenrug weer wat ontspannen. En de laatste keer. Adem in. En blaas weer uit. Nou, het zit er weer op voor vandaag.
Misschien dat we de volgende week weer zijn. Hou ons in de gaten. Tot dan. En anders tot heel Nederland thuis in beweging. Doei!